Jij liep langs en dacht, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, ja. Favoriete onderdelen van ons werk, een lichtconcert en vandaag in de Grote Kerk in Naarden. Dus het lijkt me een hele bijzondere locatie, jij? Ja, ik denk ook, ik heb nog nooit gelegen in een kerk. Nee, ik heb eigenlijk ook nog nooit echt een groot dat concert al gezien. Dus ja. Allemaal nieuwe dingen vandaag. Mijn naam is Stefan. Samen met Ben ben ik de bedenkers eigenlijk van Achter Theaterkantoor. En wij maken en bedenken dus deze concerten samen met Sandra en Jeroen van Veen. Wij zoeken natuurlijk altijd naar bijzondere locaties, hè, waar mensen concerten niet zo snel verwachten. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, we gaan naar de Koepelgevangenis in Breda in juni. Zo zijn we iedere keer op andere plekken om dit soort concerten te doen. Iedereen gaat straks liggen en die kijken naar een prachtig mooi plafond. Kun je daar iets meer over vertellen? Het is het tongewelf zoals we dat noemen. Dat is beschilderd eikenhout. Wij noemen het het grootste kunstwerk van Nederland. Wat je ziet zijn twee verhaallijnen over het laatste levensdeel van Christus. Dus het Nieuwe Testament en het Oude Testament aan twee kanten wordt dat zeg maar uitgebeeld. De eerste herinnering was dat ik bij mijn moeder onder de vleugel lag. Die speelde piano en ik lag eronder. Toen dacht ik, jeetje, wat klinkt dit mooi. Wat is het toch anders dan je op een LP hoorde of als je gewoon zit. En 12 jaar geleden hadden we het idee van, kunnen we dat niet in Nederland in theaters gaan doen? In concertzalen, maar ook in kerken. De banken eruit, de stoelen eruit. En dat mensen gewoon allemaal hun matrasje of matje meenemen. Dat je echt die muziek helemaal op een andere manier beleeft. En dat doen we dus ook met onze lichttechnicus. Die stuurt ook helemaal mee, hè, met de muziek. Hij gaat dus ook gewoon mee met het licht. Dit is jouw plekje. Ja, ik heb vandaag een heel simpel plekje met schuifjes. En als ik aan de schuifjes zit, dan verandert het licht van kleur. En dat doe ik lekker mee met de muziek. Ik heb wel een soort van volgorde in mijn hoofd van wat zij gaan doen. En dan ga ik daar een beetje in mee. Maar ja, het is nooit precies hetzelfde. Het is ook elke keer een andere locatie. Vanavond spelen we de Canto Ostinato van Simeon ten Holt, Nederlands componist. Een werk voor meerdere toetsinstrumenten. Vanavond spelen we er twee, op twee vleugels. Dus het is een vrije vorm qua bezetting, maar ook qua lengte. Het is echt op basis van gehoor. Je begint eigenlijk met een enkele noot en dan voeg je wat toe. En als je dit zou zien als verschillende kleurtjes, en ik hoor groen, dan denk ik van nou, ik heb zin om er blauw bij te doen en dat klinkt in deze kerk mooi. Of ik denk van nou, het publiek begint zich misschien te vervelen, laat ik eens even wat knaloranje toevoegen. Door al het filmen zijn wij een beetje laat, dus het wordt even zoeken of wij nog een goed plekje kunnen vinden, want het is ontzettend druk. Maar ik heb gehoord dat er ergens vloerverwarming is, dus daar gaan we maar eens eerst. Hoe lig je blij? Ja, heel goed. Ja, ik ook. Mis wel een kussentje. Wil je volgende keer een kussentje meenemen voor me? Ja, die moeten we zeker meenemen. Maar eigenlijk is nog het plafond veel mooier, hè? In het begin moet je nog heel even, zit je nog in je eigen modus, dan ben je aan het denken. En op een gegeven moment, doordat de muziek continu zo doorkabbelt, zeg maar, dan raak je in een trance en dan ontspan je. En dan de thema's die er doorheen gaan, ja, echt ontzettend, heel mooi. Ik had net zoiets toen we inklapten. Het voelde een beetje als het eind van Lowlands, zeg maar, weet je wel. Dat je met z'n allen, iedereen die staat op en die heeft een beetje zo'n verwaaid kapsel en die is een matje aan het oprollen, het heeft wel wat. Ja, die was geweldig. Dit is echt, kan niet meer stuk. Volgend jaar weer.